Het is vandaag al direct een grote drukte bij de GGD om een afspraak te maken voor een coronatest. De gratis afsprakenlijn 0800-1202 ging om 8 uur 's ochtends open en sindsdien is het er zo druk dat het lang kan duren voordat een beller aan de beurt is. Wie belt, krijgt te horen dat al onze medewerkers op dit moment in gesprek zijn en we u zo snel mogelijk te woord zullen staan. Op Twitter zijn veel reacties van mensen die boos zijn, maar volgens de GGD hoeven ze zich geen zorgen te maken en komen ze zeker aan de beurt. We lezen dat bellers, vanwege de drukte, vrezen niet deze week voor een afspraak in aanmerking te komen. Wij hebben heel veel ruimte beschikbaar om iedereen die belt, te testen, aldus GGD GHOR Nederland in een tweet. Het telefoonnummer is geopend voor mensen die klachten hebben die aan het coronavirus doen denken. Het kabinet wil mensen die besmet zijn met het virus sneller opsporen. Dan kan het zo nodig gerichte maatregelen nemen en hoeft niet weer de hele samenleving te worden stilgelegd. Daarom komt iedereen die hoest, snottert, benauwd is, koorts heeft of minder ruikt of proeft vanaf maandag in aanmerking voor een test, volgende dag terecht. De gratis afsprakenlijn is 7 dagen per week open van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. Wie in aanmerking komt voor een test, kan, in principe, de volgende dag al terecht, binnen 48 uur volgt de uitslag. Het ministerie van Volksgezondheid onderstreept dat het geen zin heeft om een test af te nemen bij mensen die geen klachten hebben, de uitslag zou dan onbetrouwbaar zijn. Wie het virus onder de leden blijkt te hebben, moet 2 weken thuis blijven, ook huisgenoten krijgen dat dringende verzoek. De GGD spoort ondertussen mensen op met wie de zieke in nauw contact is geweest en zou kunnen hebben besmet. Hen wordt eveneens gevraagd 2 weken thuis te blijven, en het te melden als ze ziek worden. Na het uitbreken van de corona-epidemie was Nederland, anders dan veel andere landen, spaarzaam met tests, daar komt langzamerhand verandering in.